Hallo, mijn naam is Chantal Peremas en ik neem je mee op reis naar zoveel mogelijk stropdasknopen die er bekend zijn voor de mens. Ga je mee? Oké. Vandaag gaan we een Linwood Torus maken. Dit is een geweldig mooie knoop waarbij je de kop van een stier te zien zou krijgen. Moet ik er ook eerlijk bij zeggen dat de eerste persoon waar ik dit aan liet zien, gaf aan dat hij een olifant zag. Dus ja, je kunt ermee doen wat je wil. Het is een hele mooie stropdasknoop voor contrasterende kleuren. Of wanneer je iets in ieder geval wat opvalt, waarbij de horens er anders uitzien dan de kop en ja, in ieder geval van een olifant, de slurf. We gaan meteen naar deze knoop kijken. Goed, deze knoop maak je met de brede zijde van je das. Ik heb de brede zijde nu aan mijn rechterkant, dunne zijde links. En hij verbruikt heel veel stof. Afmeting ongeveer is dat je de dunne zijde zo ongeveer aan de onderzijde van je borstzakje hebt. Tweede, derde knoop zo, dat idee. En daarmee ga je beginnen. Kom wat dichterbij staan, zodat je het wat beter kunt zien. Wat je gaat doen is, je gaat rechts over links. Vervolgens ga je achterlangs door. En krijg je hier de eerste slag. Vanaf dit moment ga je achterlangs. En haal je deze brede zijde aan de rechterzijde midden door. Nou, deze twee lussen die je nu hebt, die wil je houden. Wat je nu gaat doen is de brede zijde, die steek je aan de voorzijde door deze twee lussen heen. Oké. We zijn bijna klaar. Wat je nou gaat doen is achter de stropdas langs, achter de knoop langs, haal je hem aan de voorzijde terug. Ga je nu door deze slag die je daarnet hebt gemaakt, trek je je stropdas aan. Nou, het moeilijkste van deze knoop is het geordend krijgen. Dus wat je gaat doen is aan de achterzijde hier wat aantrekken, zodat je hier wat meer naar voren kunt komen. Dan vervolgens aan de dunne zijde trekken terwijl je de knoop vasthoudt om naar je nek te krijgen. Vrij veel tijd zitten en het goed krijgen van de knoop. Door aan de juiste combinaties te trekken, krijg je in ieder geval wel een hele mooie knoop uiteindelijk. Houd de knoop vast, trek hem aan de dunne zijde aan, kraag omlaag. Hele mooie Linwood Torus. Dat was hem, de Linwood Torus. Een hele mooie knoop. Zeker als je contrasterende kleuren hebt, dan valt het helemaal op. Zorg er wel voor dat je de horens goed duidelijk krijgt. Afhankelijk van de soort stropdas ben je over de dag heen soms nog wel eens bezig om heel even te stellen. Het kan heel eenvoudig door even twee vingers erin te krijgen en ja, je bent eigenlijk heel snel klaar. Wat ik met deze das bijvoorbeeld heb gemerkt is dat de knoop vrij snel los kwam. Althans met deze stropdas. Ik heb deze knoop vaker gelegd en dan heb ik wat stevigere stropdassen en dan blijft die knoop ook gewoon veel beter zitten. Vind je het een leuke knoop? Laat het me weten. Een reactie waardeer ik ook. Abonneer je op de pagina voor nog meer updates over stropdassen en ik zie je graag bij een volgende knoop.